welkom bij De Meis. Vandaag gaan twee internetpersonalities tegen elkaar opnemen in dit doolhof. Het doel is simpel, het doolhof zo snel mogelijk uitlopen en twee proeven van Technopolis uitvoeren. Bij de proeven krijgen ze bijna geen uitleg en als ze een tip vragen, verliezen ze 15 seconden tijd. Mijn twee gasten van vandaag zijn Younes en Herben. Hoe is het? Goed. Allee, Sam is waarschijnlijk niet meer, maar nu nog goed. Ik zie die biceps. Hij weet al dat hij gaat verliezen. Ik stel voor dat we erin vliegen. 3, 2, 1, go! Allee, heel sneller! Oh, god, non de jute, het is al omdat. Godverdomme! Is de tafel? Blijven lopen is de tactiek. Ik ben eerst. Wat een skip. Wat een fucking is dat? Dit is niet de bedoeling. Nee, dat is fout. Dat is sowieso fout. Oh, het is sowieso een deze. Je bent gescharreld, gast. Mijn conditie. Ja. Die is al klaar. Ja, en het lukt uit. Exact wat ik dacht. Heb je al iets gevonden? Nee! Godver. Dit is iets. Ja. Snel. Zorg ervoor dat het water in het flesje in het glas terechtkomt binnen 30 seconden. Enkele spelregels. Het flesje moet op de tafel blijven staan en je mag het water niet in de mond nemen. Ah, oh, yes. Ja. Vind je dat zo niet zo? Okay. Ah nee, 30 seconden. Mag dat? Yes. Oké. Zorg ervoor dat het water flesje het glas terechtkomt binnen 30 seconden. Ik kan wel water van mijn voorhoofd gebruiken, maar ik denk niet dat dat genoeg gaat zijn. Ik ga gewoon een tip vragen. Je hebt druk nodig. Ah, blazen, mijn natuur. Ja, dat is fucking slim. Kijk, check deze. Ik wil nog een tip. Wat een tip? De tweede tip is, probeer eens om ergens wat te blazen. Dat heb ik ook allemaal gedaan, maar oké. Dit is vermoeiender dan het lopen. Nu weet ik hoe het moet. Het is leeg. Of nee? Yes. Jij moet 30 seconden wachten. Waarom? Omdat jij twee tips hebt gevraagd. Ik moet wachten. Binnen 2 seconden vertrek ik terug en ik ben weg. Als ik er nu over nadenk, ben ik gewoon heel dom geweest. Oh, veterbinder. Dit is tijdverlies, jongens. Die voorsprong die is gewoon al tjauw, hè? Hun? Ja, we hebben prijs. Oké, we hebben ook prijs. Goed, Rutte. Ik heb Gerben weggegooid. Wacht bij deze. Ah, fuck. Ah. Maar hier ben ik nu ook al 10.000 keren geweest, hè? Ik ben goed bezig. Allee, waar is dat die tafel? We gaan terug. Loop pas. Ah. Yes. Terug. Ik heb hem. Ik had een goede conditie, ik deed sportshow, maar helaas pindakaas is die conditie heel snel terug verdwenen. Yes. Hallo. Die is overdracht. Ja. Oh nee, zit daar al! De lapjaar! Zorg ervoor dat water verandert in wijn tot aan het streepje. Wacht. Dus je ziet hier water. Ja. Je ziet er een streepje op staan. Ja. Op een of andere manier moet er wijn tot in dat glas komen. Die is bij de uitgang. Ik ben uit de doolhof, ik moet terug. Ik ben uit de doolhof. Ik moet sneller lopen. Ja, die was al uit de doolhof, maar hij heeft zijn tweede proef nog niet gedaan met zijn kant. We hebben hier een sok en we steken deze erin. Ja. Dit, dat neemt vocht op. En ik denk zo erin, up, eruit. Wat nu belangrijk is, is dat ik deze uitgang onthoud. Zodat ik Younes slim af kan. Wat is dit? Mag ik dan draaien? Dat is, dan mag ik hem draaien. Dat is gewoon een... Ik heb... Ja. Hey. Dan zo. Ik weet het. Nee. Maar dat loopt ook dood. Maar jij kent dat doolhof al, hè. Je cameraman zit daar met haar lachen. Dat is niet grappig, hè. Kijk, wijn is zwaarder dan water. Dus dan gaat dat naar boven en dan naar onder. Die dat zwaarder is dan water, gaat naar boven. 50-50% kans dat ik nu de goede weg op aan het gaan ben. Maar... Je weet het nooit. Ah, ik weet het. Je doet dat zo er rond. Langs het onder? Nee. Wat doet die kaas hier? Ja. We hebben iets. Ik wil een goede tip. Je hebt het kaartje nodig? Ja. Nida en Nida. Maar allee, dat kan toch niet? Ik moet echt meer naar die Technopolis proefjes kijken. Dat is duidelijk. Oké, nog een tip. Je moet het glas water op
het glas wijn zetten. Ja, ja. Bingo. Hallo. Zorg ervoor dat het water verandert in wijn. Tot aan het streepje is voldoende. Je mag de voorwerpen die op tafel liggen gebruiken. Succes. Voilà. Dat is. Ik wil een tip. Jij wil een tip? Sowieso. Eerste tip is, je hebt het kaartje nodig. Niet de spons en niet de nylonkous. Zie je, ik zei het, is laden. Nee, doe normaal, hè. Oh, eerst eens water proberen, voilà. Niet treuzelen. Jongen, kijk dan! Is dat gelukt? Kom het. Mooi of lijn. Ik raad u aan nu nog een tip te vragen. Oké, tip. Je moet maar een heel klein gaatje maken. Moet dat niet volledig onder. Ja, top. Ja, goed. Oké, opnieuw. Nu stink ik naar wijn en zweet. Mai. Maar ik mag jou, hè? Ik vind dat goed is, maar je hebt wel drie tips gehad. Ik weet niet of ik het proces nu moet versnellen, want het gaat precies goed. Voilà. Man, 45 om. Go! Hoppa! Easy. Hey, kijk goed, man. Jij hebt twee tips gehad. Eén. Eén maar, hè? Eén tip maar! Jongens, het is fascinerend. Het is fenomenaal. Dat was toch die poot? Die hebben die toegedaan, of hè? Ik mag weg! Chip, chip, chap! Wow, je doet ook aan het lopen. Tactiek is lopen voor mijn leven. De lacha. Ja, nee! Oh nee! We moeten helemaal terug naar van achter, dat weet ik. Hij is op de goede plek. Ik weet het, zeg. Let's go. We zijn er. Een beetje de kluts kwijt. Oh, ik hoor daar fuck! Gerben! Tempotje omhoog. Ik snap er niks meer van. Nog even een kabbelstruik op mijn wacht. In dit duiloft blijven leiden alle wegen naar ellende en verdoemenis. Ja, kom. Want ik weet dat ik nu weer naar een doodlopend dingetje aan het wandelen ben. Ah, is er al? Nee. Yes, ik ben er. Kom. Maar wat moet ik anders doen? Mijn eerste. Yes. Amai, ik kan nog mee van het zweet. Ja, natuurlijk. Ik heb gestapt. Heb je een koffie kunnen of zo? Want dat gaat nog lang duren. A few minutes later. Ik kom precies van een onbewoond eiland. Ik heb gewoon de... Oh, wow. Wat? Het ligt er al. Nee. Hij heeft 100% gewonnen. Ik heb gewoon de fout gemaakt. In het feit dat ik te chaotisch ben en gewoon blijf rondlopen. Zij het zoppen dan. Ja. Kijk, ik vind wel leuk dat hij een goede verliezer is. Ja, maar je moet dat gewoon worden, want als de spelletjes tegen mij gaan beginnen spelen, gaat hij altijd verliezen. Dat is wel waar. Fysiek pakt hij mij. Momentaal breek ik de jongen. Goed, dat was het voor deze aflevering van The Maze. Wil je zien hoe de proeven in elkaar zitten? Check dan zeker Solving The Maze op het YouTube-kanaal van Terrapolis. Bye. Yo. Hoe was het? Nat. Heel nat. Ja? Gevaarlijk. Ah, heel gevaarlijk. Gevaarlijk? Ja, echt onderweg. Jij is in de plas gevallen.